Ja, we zouden dinsdag beginnen met opbouwen en maandag kregen we te horen dat we toch met heel veel beperkingen te doen krijgen. En we hebben een dierendagshow georganiseerd zonder publiek. En alleen de keuring die gaat maar door met minimaal aantal personen hier in de hal. Die moeten nu een beslissing maken bij welke dieren dat ze volgend jaar verder willen gaan. En dat die dieren niet gekeurd zijn, moeten ze zelf een beslissing maken. En als dan de volgend jaar de resultaten tegenvallen, ja, dan is het wat ook minder met de hobby. En ja, het is toch een stukje tijdsverdrijf van heel veel hobbyisten. Ik vind dat hier uitstekend geregeld is. Vanaf de dag 1 van de organisatie. En dat gaat natuurlijk al weken van tevoren, moet dat door het bestuur goed geregeld worden. Maar ook hier vandaag, vanaf de binnenkomst, is alles adequaat geregeld en op een veilige manier georganiseerd.